Welkom bij Sranantori, het programma dat je in een oogwenk op de hoogte brengt van de belangrijkste feiten en laatste informatie gepresenteerd in een tijdloos strakke stijl. Blijf bij ons voor een snelle, maar grondige update van de actualiteit. Volg ons via kanaal 12.3 en de Facebookpage van ATV. Voor de laatste korte updates, check de TikTokpagina van ATV. Snel, scherp, altijd bij de tijd, Sranantori. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Sranantori, een programma waar wij actualiteiten bespreken. Ik sta vandaag aan de Benjaminstraat bij het gebouw van de HVB om een gesprek te voeren met politieke leider van de HVB, de heer Raymond Sapoen. Welkom daarbij, meneer Sapoen. Ja. Ja. Om gelijk met de deur in huis te vallen, waarom zou het volk op HVB moeten stemmen? Nou, ik denk dat we in onze naam, hervormings- en vernieuwingsbeweging, alles hebben. En daar praat ik over de havenhervorming en de V van vernieuwing, die alle sectoren van die maatschappij bestrijken. Als je nou praat over onderwijs, ondernemerschap, als je nou hebt over gezondheidszorg, ambtenarenapparaat, het hele spectrum binnen die samenleving om beleid te kunnen maken, wordt door één woord beheerst wat erg nodig is in dit land. En dat is hervorming. En daarom zeg ik altijd, alle andere partijen kunnen gewoon gebruik maken van de HVB. Omdat wij bij uitstek die partij zijn die zich daarvoor sterk heeft gemaakt en nog steeds maakt. En we zeggen dat ook altijd, hervorming is een kwestie van lange adem. Dus het is niet iets dat gebonden is aan één regeertermijn of aan één regering, maar het is een kwestie van continuïteit en duurzaamheid. Dus wij zijn degene die dus een schot voor de boeg hebben gelost om te zeggen, hey, het is de tijd nou. En toen praat ik dan over 2017, toen de partij werd opgericht als de jonge partij. En dat was toen de missie van ons. En dat is een missie die nog steeds op geld doet, een missie nog steeds duurzaam is en een missie die geldt voor alle andere missies van die andere politieke organisaties. En daarom is het belangrijk dat het volk op de HVB blijft stemmen. U had vorig jaar een uitspraak gedaan. U had gezegd dat, dat mensen het geloof en vertrouwen in de politiek hebben verloren. Staat u nog steeds achter deze stelling? Ja, dus als je kijkt naar de situatie in Suriname, maar niet alleen in Suriname, maar wereldwijd is het zo. Dus ik heb geen enkele grafiek nog gezien wanneer je dus praat over vertrouwen en geloof in de politiek, dat je daar een stijgende lijn ziet. Hè. In alle landen, vooral in tijden van crisis, is het zo dat de mensen geloof hebben of geen geloof meer hebben in de politiek of minder vertrouwen hebben in de politiek en politici. En die natuurlijk een aantal oorzaken. Hè. Dus mensen beloven en doen niets of doen juist het tegenovergestelde. En het heeft ook te maken misschien met de verwachtingen, de hoge verwachtingen die de kiezers hebben van de beleidsmakers, de politici. En het heeft natuurlijk ook te maken, of vooral te maken met de wijze waarop politici en politieke partijen zich gedragen. En dan praat je over zaken als nepotisme, als corruptie, terwijl het land verpaupert. En dat zijn dingen die de mensen blijven onthouden, waarbij je dus een situatie krijgt die eigenlijk zorgwekkend is. Waar mensen zeggen, ja, het maakt mij niet meer uit, ik ga toch niet meer stemmen. Iedereen is maar hetzelfde één pot nat, hetzelfde laken. En dat is natuurlijk gevaarlijk, zorgwekkend, omdat je daarmee die democratie een trap geeft. Omdat uiteindelijk de mensen zullen zijn, de kiezer zelf, die dat beeld van hoe het land eruit moet zien en welke politici aan de macht wil helpen. Dat zij de mensen zijn die daarin die invloed moeten uitoefenen, toch? Maar wanneer je een situatie hebt waar de mensen zich apathisch beginnen op te stellen en zeggen, ja, het is niet meer goed, ik ga maar liever thuis blijven omdat ik niets beters hoef te verwachten, dan is dat niet goed. En de mensen moeten altijd, dat is altijd die drijfveer van mij geweest, wanneer ik met jongeren praat, vooral die zeggen dat, hé jongen, zo kan het niet verder, dus ik heb geen geloof meer in de politici, zeg ik altijd. Het slechte nieuws is er toch, maar het goede nieuws is dat de toekomst van het land, die inrichting van de toekomst, is nog steeds ook de politiek en dat zal de politiek blijven. Er is geen taak van sociale organisaties, van kerken, van economische instituten. Die inrichting, de toekomst, het vormgeven van de toekomst van het land zal iets blijven van de politiek. Het
gaat er alleen maar om de invulling, toch? Welke soort politici, welke soort politieke partijen dienen het algemeen belang? En op basis daarvan moet je dus uiteindelijk een keuze gaan doen. En die keuze moet zoveel mogelijk ook rationeel zijn, toch? We hebben bijvoorbeeld in Suriname een geschiedenis van etnische, religieuze, in mindere mate misschien politieke voering. En op zich is dat natuurlijk geen misdaad, maar ik zeg altijd, als je praat over een Surinaamse entiteit, een Surinaamse politieke partij, moet jij jouw samenstelling, jouw doen en laten en de bemensing zelf moet dan ook een juiste weerspiegeling zijn van de Surinaamse samenleving. En je hebt natuurlijk sommige partijen die dat er echt een bond van maken en die propageren juist op hoe dat ja, dit moet iets zijn, dit is alleen de partij van Joos en dit is alleen de partij van Marons. En dat is eigenlijk die omgekeerde wereld. En dat is een van de zaken waarvan ik vind dus dat we ons zorgen over moeten maken. Als je praat over de afgelopen 4-5 jaar, er zijn een aantal ontwikkelingen die mij zorgen waren. Een van die ontwikkelingen is zeker die toenemende polarisatie, maatschappelijk, politiek. En dat wordt gevoed door dat etnisch sentiment dat bespeeld wordt door partijen, door politici. Niet alleen op podia, maar ook buiten het podia. Buiten podia, politieke podia, en dan praat je over beleid, zie je dus dat partijen echt hun best doen om de bemensing van hun instituten, van hun organen, te laten overheersen door één bepaalde bevolkingsgroep, omdat ze toevallig aan de macht zijn. Ik noem maar VAP bijvoorbeeld. Dat is niet goed. En op het politiek podium, is net wat ik zei, wordt de zaak aangedikt, worden dus politieke leiders schreeuwen, ja maar dit is alleen iets van één bepaalde bevolkingsgroep en stem op mij. Niet omdat ik het zo veel beter zal doen, maar simpelweg omdat ik een bepaalde huidskleur heb, of omdat ik een bepaalde etniciteit heb. Dat is dus niet goed. En dat maakt dat we in een situatie zijn beland, helaas. Waarbij mensen dan snel in hun eigen schulp gaan kruipen en zeggen, ja, zie je, het is die schuld van die industrie, het is die schuld van die Maron enzovoort. Terwijl wij juist als HVB hebben gezegd, we moeten die nation building, natievorming, dat moeten we juist blijven voeden. Het is een van de belangrijkste verantwoordelijkheden, denk ik, van de toekomstige regering. Investeren in nation building. En dat gebeurt al vanaf die schoolbanken eigenlijk, waar we onze kinderen moeten gaan leren hoe ze met elkaar, met andere bevolkingsgroepen moeten omgaan. Omdat we dat moeten zien als een verrijking eigenlijk van onze samenleving. En wat zou de HVB doen om het geloof en vertrouwen in de politiek terug te winnen van het volk? Nou, een van onze slogans heeft te maken met helder en voorspelbaarheid, toch? Helder en voorspelbaar, dus in ieder geval op het gebied van de politiek en straks zijn de verkiezingen voor een jaar, is het belangrijk dat je dus ook vooraf transparant dus aan de mensen aangeeft wie de mensen zullen zijn, de politici zullen zijn die het land zullen leiden. En dan praat je dan snel over wie is de presidentskandidaat, wie is de vicepresidentskandidaat, wie is de kandidaat voor het voorzitterschap van de Nationale Assemblee. En dan beperk ik me tot deze drie posten bijvoorbeeld. Omdat ik vind dus dat dat cruciaal is voor de besluitvorming van de mensen. Je moet niet achteraf de mensen opschepen met iemand die ze niet zo snel op het oog hadden als hun leidsman, omdat dat belangrijk is. Mensen zeggen vaak, ja, maar het zijn geen presidentsverkiezingen, dat is maar flauwekul. Omdat uiteindelijk in een democratie het gaat om die relatie tussen regeerders, dus de beleidsmakers, de ministers en de president voorop, en de geregeerden, het volk, de kiezers dus. Het parlement is natuurlijk het hoogste politiek college, maar dat is de regering is die afgeleide daarvan. En de regering regeert. Dus het is vanzelfsprekend dat de kiezer vooraf weet wie de regeerder, de hoogste regeerder gaat zijn, de president. Ongeacht welk stelsel je hebt, presidentieel stelsel of parlementair stelsel. Dus dat is een van de dingen waarvoor we ons sterk maken. Dat de partijen moeten aangeven wie hun presidentskandidaat voor de komende 5 jaar zal zijn. Twee is realistische beloftes doen. Toch? En drie heeft te maken met
onverbiddelijke voorkoming van corruptie. Het is een kankergezwel en helaas zien we dat toch, ondanks de mooie praatjes van de mensen die het nu voor het zeggen hebben, dus dat je een non-tolerance beleid zou hebben wat betreft corruptie, zie je dus dat je bijna elke maand weer, en dat zijn die zichtbare, hè, die de media halen, allerlei schandalen hebben waarbij dus mensen en instituten het niet nauw nemen met de staatsgelden en dus zichzelf verrekenen ten koste van het algemeen belang. Kijk maar naar kwestie IBS bijvoorbeeld. Er zijn een aantal die je zo in de hele regio kunt opzommen vanaf 2020. En ik zeg niet alleen dus dat vanaf 2020 het geval is geweest. Daarvoor, en ook daarvoor heb je voldoende corruptiegevallen gehad. En vele daarvan blijven ongestraft. En wat nog erger is, de mensen om wie het gaat, soms krijg je gewoon een soort excuus van de beleidsmakers. Ja jongens, we hebben een fout gemaakt. Ja, waar er gewerkt wordt, maak je fout. En we gaan dan vrolijk verder tot de orde van de dag. En betekent dus dat wij, politici, weigeren om verantwoordelijkheid op ons te nemen. En dat is heel belangrijk in de politiek. Consequenties verbinden aan jouw handelen of aan jouw nalaten. Als je in de fout bent gegaan, al ben je niet persoonlijk voor verantwoordelijk. Het valt onder jouw politiek domein, onder jouw beleidsgebied. En jij bent de hoogste politieke uitvoerder daarvan. Is het voor de hand liggen dat jij dan die verantwoordelijkheid op je neemt. En dat niet afschuift op ambtenaren, toch? En dat is iets dat eigenlijk tot die inborst moet behoren van alle politici. Ministers, directeur, president enzovoorts. Als er een fout begaan is, moet jij die verantwoording op je nemen, omdat jij degene bent die die verantwoordelijkheid daarover draagt en consequenties aan verbindt. Dat is simpel. Maar helaas is dat niet, behoort dat niet tot de politieke cultuur nog van Suriname. Wat is de status van het samenwerken met andere politieke partijen? Nou, we hebben zoals u weet, we hebben 2 jaar lang hard getimmerd aan een tot stand brengen van een duurzaam alternatief van politieke partijen. En het zou neerkomen op een hechte, duurzame bundeling van al de partijen die in het midden zijn. Dan praat ik over Pro, Doestre, de hele ruitemotuut, waarmee we dus echt overleg hebben gehad om te geraken tot 1 hecht, sterk centrum, zelfstandige partij. Het heeft niet mogen baten, helaas. Waarschijnlijk zijn vele mensen en partijen nog niet ready daarvoor, omdat dat natuurlijk hele cultuuromslag betekent. Hè? Dus jouw eigen veren laten, jouw eigen identiteit, jouw eigen logo, jouw eigen partijsymbolen enzovoort, jouw naam opbergen en samenwerken naar iets nieuws, waardoor je dus echt een alternatief zou kunnen vormen voor die samenleving, voor de kiezers. Dus dat, die missie hebben we ons op ons hals gehaald de afgelopen 2 jaren. En helaas hebben we toen moeten constateren dat de tijd nog niet rijp daarvoor is. We hebben dus de partijen gewoon vrijgelaten om maar te doen wat ze denken dat goed voor hun eigen partij is. En zoals het gaat met de HVB, hebben we voor ons ook het besluit genomen dat wij in ieder geval niet alleen de verkiezingen ingaan. We hebben op 8 juni aanstaan, dat is zaterdag 8 juni, een congres waarbij wij dus aan de structuren mandaat zullen vragen om samen te werken met partij A. Dus ik ga niet zeggen wie partij A is, dus dat is dan niet elegant naar de structuren toe, maar dus op 8 juni dan wordt bekendgemaakt met wie de HVB de verkiezingen in zal gaan. We hebben ook vernomen dat er spookambtenaren uit het ambtenarenbestand worden gehaald. En dat u dat proces tegenwerkt. Klopt dat? Nou, tegenwerken is natuurlijk flauwekul. En je moet altijd beginnen natuurlijk. Wat verstaat men onder een spookambtenaar? Dat moet je eigenlijk eerst goed definiëren. Hè? Mensen die op de rol staan en dus in geen veld en wegen te bekennen zijn, die niet geregistreerd zijn en hun salaris opstrijken, die kun je misschien als een spookambtenaar betitelen. En die moet je dus netjes aanschrijven zoals het hoort en uiteindelijk als het niet anders kan van de lijst schrappen, toch? Omdat het niet zo verder kan. Maar het gros van de gevallen zijn gevallen zoals wij dat hebben opgevangen.
opgepakt. We hebben een meldpunt hier ingesteld dat vanaf dag 1 storm liep. En het gaat allemaal om gedupeerde ambtenaren, zo heet dat meldpunt. En wat je ziet is dat van de duizenden ambtenaren, voornamelijk leerkrachten, die zijn afgevoerd, wie salaris stopgezet is. Het zijn mensen die geregistreerd hebben hun zeggen, en dat blijkt ook in de praktijk. Je krijgt geen respons van het digitaal systeem van die overheid, maar je staat dus dan genoteerd als niet geregistreerd. En dat is reden genoeg geweest voor de werkgever om het salaris stop te zetten per 1 mei. Dat is natuurlijk niet alleen maar inhumaan, toch? Om van de een op de andere dag mensen hun salaris stop te zetten. Maar het is ook tegen de wet. En daartegen ageren wij. We hebben er een zaak van gemaakt. We hebben namens de gedupeerde het ministerie aangeschreven. En het ziet er naar uit dat wij hier rechtsingang gaan zoeken. Omdat we in die brief hebben geëist namens de gedupeerde dat binnen 2 dagen de mensen hun salaris moet worden uitbetaald. Het punt is dat er volgens de personeelswet, en dat weet de overheid heel goed, want het is de overheid zelf die de regels vaststelt, moet jij, want het wordt gelijkgesteld met een terugstraf, toch? Stopzetting van salaris is laatst gewijzigd en het is gelijkgesteld met een terugstraf. En bij het opleggen van terugstraf moet die overheid, welk ministerie dat ook, de betrokkenen netjes aanschrijven, vooraf dus. Per beschikking of per resolutie. En op basis daarvan heeft volgens de personeelswet ook de aangeschreven ambtenaar, dus een brief moet krijgen, het recht om zich te verweren schriftelijk. En op basis van dat verweer, als het nou steekhoudend is of niet, dan moet het besluit worden genomen wat die terugstraf is. Kan er eventueel een stopzetting zijn van het salaris? Maar dat is niet gebeurd. Mensen zijn nooit aangeschreven. En we hebben wel gemerkt dus dat afgelopen, nadat we tamtam hebben gemaakt, dat er snel brieven over en weer zijn uitgewisseld en naar ministeries, naar vakministeries, dus door MISA, van hoe die procedure in elkaar zit en dat die ministeries de regels zijn acht moeten nemen. Maar dat is dus achteraf. Dat is gebeurd pas wanneer de mensen hun salaris als stopgezet is. En dat is iets dat niet kan natuurlijk. Mensen hebben hun verplichtingen, maandverplichtingen, die je vooraf al op schema hebt. Je moet huur betalen, auto aflossen en dergelijke. En zie je plotseling dat jouw loonslip niet is uitgerold en dat je niet eens bent uitbetaald. Weet je wat dat betekent? Waar mensen gewend zijn om de 25e, 26e en volgens de wet moet je uiterlijk van het eind van de maand betaald worden. We leven nu al op 30. Welke verplichtingen de mannen hebben. Er zijn nu radeloze ambtenaren die zelfs rondlopen met suïcidale neigingen. Zo erg is het. En men onderschat dit stukje. En dat is iets wat ons heel hoog zit. Omdat wij vinden, wanneer mensen gewerkt hebben, en hebben ze dus recht op hun geld. En wanneer ze iets fout hebben gedaan, moet je ze normaal procedureel aanschrijven zoals de wet dat zelfs voorschrijft. En niet omgekeerd te werk gaan. Eerst de mensen hun salaris stopzetten en daarna ze aanschrijven. Dat is iets dat onacceptabel is. En dus daartegen hebben wij geageerd. We ageren niet tegen registratie. Er wordt ook gezegd dat het voorgaande te maken heeft met het in dienst nemen van ambtenaren net voor de verkiezing, zodat de HVB meer stemmen kan winnen. Wat zegt u daartegen? Nee. Het is juist omgekeerd. Wat de mensen nu doen is slordig, onzorgvuldig mensen op basis van non-registratie van de rol schrappen, zodat er meer ruimte komt, zogenaamd ruimte vrijkomt, om mensen in dienst te nemen. Want dat is één ding dat vaak wordt verzwegen. Er is zogenaamd onder het mond van IMF-instructie moeten ambtenaren die totale loonsom moet naar beneden, want we betalen te veel aan salarissen, dat is inderdaad zo. Maar betekent dus dat je als je praat over rationalisatie, dat je op een volwassen, eerlijke manier met de mensen en met draagvlak van de mensen, van de bonden, aan tafel moet gaan zitten om te kijken waar ga je de mensen inzetten en hoe ga je ze inzetten. Toch? Maar je gaat niet een gedrocht in het leven roepen onder het mond van zogenaamde registratie. Terwijl als je overheidsadministratie goed in elkaar zit, je al een up-to-date registratie hebt. Hoe kun je verklaren dat wanneer mensen presentielijsten tekenen, alle werkgeversverklaringen bekomen van de werkgever, loonstrook normaal ontvangen,
dat ze dus niet geregistreerd zijn. Dat klopt jouw administratie niet. Betekent dus dat je eigenlijk gewoon slordig, inhuman iets hebt ontwikkeld in de vorm van een registratieplicht om mensen van de rol te kunnen weghalen, om mensen weer, want je moet zich afvragen, je moet eigenlijk de minister van Binnenlandse Zaken praat zoveel over hoeveel mensen er op de rol staan, terecht en onterecht, maar je moet hem vragen hoeveel mensen hij intussen, omdat hij zegt, het apparaat wilt uit, hoeveel mensen intussen erbij zijn gekomen na 2020 en van welk niveau. Toch? Maar dat wordt niet aan de orde gesteld. Men concentreert zich juist op degenen die broodloos worden gemaakt en aan de andere kant haalt men meer mensen binnen. Dus daar zie je dus dat die efficiëntie die men probeert te realiseren onder het mond van rationalisatie enzovoorts, dus eigenlijk voor eigen politiek gewin wordt gebruikt. Wat zou de overheid precies moeten doen om dit probleem op te lossen? Of hoe zou u dit probleem hebben opgelost? Nou, als je praat over rationalisatie, betekent dus dat niet per se dat je mensen broodeloos moet maken. Toch? Als je weet dat je met de overschot zit, is belangrijk alvast, en dat is iets van lange duur. Je moet alvast een kerntakendiscussie opstarten. Je moet alvast beginnen te weten, er zijn 17 ministeries, dit is die overheid, dit is die taakstelling van die overheid en voor deze taakstelling heb je 1000 ambtenaren nodig, 3000 ambtenaren of 5000. Maar nu zeggen wij uit het hoofd, er zijn te veel en er zijn te weinig, maar natuurlijk we weten dus dat er te veel is en dat je een omgekeerde piramide hebt. Waar je dus in de top die hogeschoolde ambtenaren moet hebben, zie je dus dat juist in de minderheid is en dat die overgrote meerderheid bestaat uit laag, middelhoog gekwalificeerd personeel. Dat is iets dat niet kan, maar je moet in ieder geval de mensen die er wel zijn en zich wel houden aan de regels, efficiënt inzetten, toch? En ik zeg altijd, ik noem het voorbeeld, die verkeersregelaars, je ziet politieagenten op alle hoeken van de straten soms. Die politieagent moet geen verkeersbord en met zijn fluit bezig daar zijn. Daarvoor heb je verkeersregelaars. Er zijn zoveel ambtenaren die geen werk hebben, die zich niet verdienstelijk kunnen maken en die gewoon maar zitten er niks omdat er geen werk voor hen is. Leid de mensen op, geef ze speciale training. Laat die politieagenten rennen achter die criminelen. Laat de speciale verkeersregelaars dat verkeer ordenen. Om maar bij de politie te blijven. Want politieagenten als vreemdelingen, politie, al dat soort personeelwerk, handmatig werk, administratief werk, daarvoor ga je die politie niet inzetten. Daarvoor zijn ze niet getraind. Laat dat over aan burgerpersoneel. Ga mensen die overtollig zijn op ministeries daarvoor speciaal opleiden. En laat die agent gaan rennen achter die politie, achter die dieven. Toch? Dus dat zijn maar opties die we moeten bekijken. Om ervoor te zorgen dat de mensen die in het apparaat zijn, En die zegt, want het is ook iets doden. Toch? Mensen zitten maar te niksen, ze hebben geen werk. Of het werk dat door 3 mensen kan worden gedaan, worden 12 mensen gedaan. Dat is niet goed. Niet goed voor het land, niet goed voor het individu. Maar je kunt de mensen wel omvormen, herscholen voor een speciale functie. Die niet per se, een speciale job, die niet per se door de overheid zelf moet worden gedaan. Kijk maar naar zorgpersoneel, crèches, opvangtehuizen. Je hoeft geen personeel in dienst meer te nemen. Kijk naar het overtollig personeel. Geef ze die geschikte training en zijn ze verdienstelijk daar in die zorgsector bijvoorbeeld. Tot slot, heeft u misschien een boodschap die u wilt meegeven aan de kijkers? Nou, ik zie dus dat vele partijen zich nu opmaken voor de verkiezingen. Je ziet die kermissaal. Er zijn massameetings belegd en wij zijn nog niet gestart. Maar belangrijk is dus dat we als samenleving ons nu meer dan ooit moeten gaan focussen op andere zaken tijdens de verkiezingen dan die luidruchtige geldverslindende activiteiten waarmee mensen worden gepaaid. Omdat het natuurlijk, het mag natuurlijk, ik zeg niet dat het niet mag, maar dat moet niet de hoofdmoot zijn om te kijken voor wie je gaat stemmen. Let op de personen die worden gekandideerd van de partijen en in ieder geval proberen ervoor te zorgen dat
etnische zuil die echt het land doodziek maakt, soms niet volop in die zin dat je niet per se door jouw etnische voorkeur laat leiden. En het belangrijkste is dat we een keuze gaan moeten maken voor de volgende verkiezingen, toch? Want ik heb in het begin van het vraaggesprek al één issue aangeraakt dat te maken heeft met die nation building, die natievorming die wenselijk is voor onze kleine samenleving. Maar een belangrijk ding is die benadering van die economie. De regering slaat zichzelf op de borst met allerlei mooie cijfers. Macro-economische indicatoren, BNP, groei, inflatie. Dat kan mooi en waar zijn voor het IMF. Maar de prijs die je ervoor betaalt, en dat is het kruispunt waarvoor we staan, de prijs die we daarvoor betalen is enorm. Toch? Wie wil mensen elke dag weggaan, migreren naar het buitenland, omdat ze gewoon niet kunnen sparen? Weet u wat er nu gebeurt binnen die gezondheidssector? Dat hoef ik niet meer te zeggen. De gezondheidssector is eraan gegaan. Vanwege die enge economische benadering van die regering. Die zegt, ik moet mooie cijfers produceren. Al heeft dat tot gevolg dat die ziekenhuizen in elkaar donderen. Dat er geen medicamenten zijn. Dat die leerkracht op straat komt. Omdat die leerkracht... Weet u hoeveel leerkrachten gewoon verlof nemen? Niet dat ze ziek zijn. Maar omdat ze gewoon geen geld hebben om de bus te betalen. Of om school naar hun kinderen te geven. Hetzelfde bij verpleegkundigen. Dat is die prijs die we daarvoor betalen. Weet u, die krank die nu ogenschijnlijk onder controle is, dat is de prijs die ervoor betaalt. Waarvan de regering zegt, we hebben Suriname gered. Als dat de redding is, denk ik dat het kiezersvolk voor de komende verkiezing dan wel weet precies wie de redders zijn geweest. Ik wil u hierbij van harte bedanken voor het interview en ik wens u heel veel succes toe. Dank u wel, tot ziens. Dat waren de laatste ontwikkelingen omtrent de HVB. Vergeet ons niet te volgen op Facebook, YouTube en TikTok en dan zien we de volgende keer weer met een nieuwe aflevering van Sranantori. Sranantori, snel, scherp, altijd bij de tijd.